Ze zijn nog een beetje onwennig, maar daarom niet minder gemotiveerd. De nieuwe parlementsleden zijn klaar om erin te vliegen. U gaf hen het vertrouwen, nu is het aan hen om u gelijk te bewijzen. In Actua 1 stellen we u enkele nieuwe, beloftevolle parlementsleden voor. Ik ben Christophe Calvo. Ik ben met mijn 23 jaar het jongste parlementslid in de Kamer. Ik ben dat voor Groen, want ik ben de tweede verkozene in de provincie Antwerpen voor mijn partij. Ik heb vooral een spannende avond beleefd natuurlijk, zoals elke kandidaat op elke lijst. We hebben heel lang verzameld in het Nationaal Partijkwartier, daar de eerste resultaten samen bekeken. Voor mij heeft het heel lang geduurd voordat ik duidelijkheid had. Het was eigenlijk in de studio's van de regionale televisie dat ik te horen kreeg, live, dat ik die tweede zetel in Antwerpen in de wacht had gesleept. Toch wel het moment zelf. Ik wist voor ik de studio binnenging dat ik nog geen zetel had. Dat we nood hadden aan 10,5% in de stad Antwerpen, wat heel veel is. Althans voor Groen. En op een bepaald moment, live in de studio's, schieten de balkjes omhoog en bleken we 11,1% hebben in dat kanton. En dan rekende een toenmalige professor van me uit, live in de studio's, dat ik die zetel had. Dus dat is toch een moment dat ik niet gauw zal vergeten. Ik denk dat ik op een heel sterke lijst stond. Ik stond achter Meira Mamachi, die de voorbije jaren goed werk levert in de Kamer. Zij heeft ook een heel goed resultaat gehaald. Heeft ervoor gezorgd dat ik als nieuwkomer die kans krijg. En wat mezelf betreft, ik heb heel erg veel campagne gevoerd, heel veel markten en pleinen gedaan. En ik merkte ook wel dat heel veel mensen het wel belangrijk vinden dat jonge kandidaten vandaag hun nek uitsteken en ook de kans krijgen in het parlement om aan die boom te schudden, want ons land heeft veel te lang stilgestaan. Ik heb de voorbije week echt nog niet de tijd gehad om dossiers te blokken. Ik heb heel veel mails gekregen, ik heb heel veel sms'jes gekregen. Heel erg fijn, ook van mensen die ik al lang niet gezien heb. En nu komt het erop aan om zo snel mogelijk te beginnen studeren. Ik heb een aardig pakket gekregen in de fractie. Ik zal klimaat, energie en tewerkstelling opvolgen. Dat is een hele boterham, dus ik zal niet zo heel veel vakantie nemen en toch ja, aardig wat studeren. Het voordeel is, ik ben nog niet zo lang van de schoolbanken verdwenen. Ik ben nog maar een jaar afgestudeerd. Dus eigenlijk is het voor mij niet zo'n grote aanpassing. Ik ben gewoon ook van in de zomer te studeren, omdat ik af en toe wel in de tweede zit. Iedereen is natuurlijk gelukkig, althans de mensen die mij contacteerden. Vooral aangenaam om heel veel reacties te krijgen van oud-professoren, oud-leerkrachten, die heel erg fier waren dat een ex-leerling, ex-student van hen de kans krijgt om nu in het parlement te gaan werken. En natuurlijk zitten daar af en toe wel ludieke reacties tussen. En professoren en leerkrachten die zeggen van, we zijn blij dat je vandaag je grote mond gebruikt om in het parlement te gaan werken. En van zo'n dingen krijg je natuurlijk alleen maar meer goesting om aan politiek te doen en om hier in het parlement van jetje te geven. Ik denk dat er een heel aantal uitdagingen zijn voor ons land. De kaarten zijn niet zo evident geschud. Je hebt twee grote winnaars, maar die toch niet zo makkelijk met elkaar te verzoenen zijn. En het is afwachten in hoeverre dat de cruciale dossiers in dit land, het communautaire, het sociaal-economische, maar ook het ecologische, hoe die vooruitgang boeken. En wat mijn domeinen betreft in de fractie, de werkstelling, denk ik dat de uitdaging heel erg duidelijk is. De nasgevolgen van de economische crisis voelen we nog. In het bijzonder jongeren waren daar het slachtoffer van. Dus ik denk dat ik heel wat concrete dingen zal kunnen doen. Niet alleen voor mijn leeftijdsgenoten, maar eigenlijk voor alle generaties in het land. Ja, ik heb natuurlijk een andere baan. Hè. Ik was tot nu kabinetsmedewerker in Brussel bij staatssecretaris Bruno De Wild. Ik heb daar een heel prettig jaar beleefd, heel veel kunnen leren. Dus het is niet voor mij helemaal nieuw, het politieke bedrijf. Ik kom er niet onvoorbereid in terecht. Maar het feit dat je het nu zelf moet gaan waarmaken, niet alleen iets moet voorbereiden, maar het ook zelf moet brengen, is natuurlijk een andere dynamiek. Maar ik kijk er wel naar uit. Ik kom in een heel goede fractie terecht. Een fractie die goede punten gekregen heeft voor hun parlementair werk. Het zijn allemaal dertigers, dus de kloof met mij is niet zo groot.
En de vergaderingen die we al gehad hebben waren heel erg aangenaam, heel erg rustig, heel erg constructief. Dus ik voel me alvast op mijn gemak. Ik ben heel erg benieuwd hoe we uit deze politieke impasse van de voorbije 3 jaar zullen geraken. Hoe het uiteindelijk zal gespeeld worden in dit land. En ik denk dat, of we nu in de meerderheid zitten of in de oppositie, dat we daar als Groenen altijd een belangrijke rol zullen in spelen. Omdat we op een constructieve manier aan politiek doen. Samen met Ekelen volop in dialoog op zoek gaan naar oplossingen. Dus ik ben eigenlijk heel erg fier dat ik voor zo'n partij nu de kans krijg om in het parlement te gaan werken. En ik hoop die traditie van goed, degelijk parlementair werk te kunnen verder zetten. Ik denk toch wel naar de eerste parlementaire tussenkomst. Omdat je als nieuweling moet je een beetje zetten. Moet je toch op korte termijn proberen wat naam te maken. Ik ben vandaag het jongste parlementslid. Ik hoop zo snel mogelijk een parlementslid te zijn waar een dossier aan vasthangt, waar een voorstel aan vasthangt. En dat kan je door parlementaire tussenkomst te doen, door die voorstel deze zomer voor te bereiden. En dat is waar ik naar uitkijk. Echt concreet parlementair werk om op een geloofwaardige manier aan politiek te doen. Ik ben niet gauw onder de indruk. Dat overkomt me niet vaak, maar ik heb de eer gekregen om volksvertegenwoordiger te zijn. Dat is een heel mooi begrip, dat is een hele verantwoordelijkheid. Je wordt daar aardig voor betaald, dus ik weet dat de lat hoog ligt, ook in mijn eigen partij. Er is daar die traditie van goed parlementair werk. Ik heb daar geen bang van, maar ik weet wel dat het een moeilijke opgave is die moet slagen.